Nou, dat doet alles met me. Het is echt, dat zei ik al in mijn speech. Als iemand mij 2 maanden geleden had gevraagd van wat zou je nou nog eens een keer echt, want ik heb best wel heel veel leuke dingen bereikt. Wat zou je nou als ik echt eens een keer als een grote erkenning zien, dan zou ik dit genoemd hebben. En nou heb ik hem. Nou, dat je er zelf in gelooft en dat je het zelf leuk vindt. Ik schrijf gewoon een nummer omdat ik het zelf leuk vind. En ik heb een hele commerciële smaak. Dus ja, het is eigenlijk vrij makkelijk. Ik vind het ontzettend leuk. Ik hou van die afwisseling. Ik vind het zo lekker om bij wijze van spreken de ene dag een rock'n'roll nummer op te nemen. En de volgende dag een desnoods een religieus nummer. En de derde dag een carnavalsnummer. En de vierde dag een klassiek nummer. En de vijfde dag iets heel verstils. Dat vind ik het leuke van mijn vak. Ik hou er allemaal van.